Dus de reactie is dat de president is blijven steken in de verkiezingscampagnesfeer. Hij begint met allerlei verwijten, hij eindigt met allerlei verwijten. Hij begint met 10 jaar wanbeleid, et cetera, et cetera. Alsof er 10 jaar lang niks goed is gedaan. En dan aan de andere kant, als ik zie zijn presentatie, zijn jaarreden wat hij houdt, gaat hij de afgelopen 10 jaar de jaarreden na. U hebt het, neemt u, dat is gedocumenteerd. En met deze jaarreden, niks nieuws. Gaat u maar na aan de projecten die hij zelf zegt dat het gecontinueerd wordt. Gaat u maar na in het kader van productie, et cetera, wat hij aanhaalt, wat er beleid daar was, wat hij zelf zegt dat het gecontinueerd wordt. Als er gezegd wordt dat het voor het eerst de salarissen zelf betaald zouden kunnen worden, ja, dat is makkelijk gezegd. Want als je zo unificeert, 2 maal de koers omhoog brengt, hoeveel geld krijg je niet binnen? Als je de government take doet en allerlei andere zaken, dan is het geld makkelijk geklopt uit de zakken van de mensen. Wat mij enorm stoort, is dat we keer op keer de president vragen, wees een president voor allen. Wees een beleid en wees met die opstelling in dat we allen in dit land motiveren om in deze moeilijke tijd, ja, om er doorheen te gaan. En dat kan als we dat doen. Ik ben blij dat hij toch met de projecten die waarmee begonnen was, et cetera, ja, dat we daarmee gaan. Ik kijk uit naar de begrotingsbehandeling, waarbij de financiële nota en jaarplan ook gepresenteerd worden. Want zonder de financiële nota en jaarplan kunnen we die begroting ook niet goed behandelen. Ja, dat zijn onder meer zaken. Helaas is het zo dat er in de marge niet genoeg aandacht, maar mogelijk tijdens de begrotingsbehandeling, dat er hoe dan ook, de veel mensen zijn in een veel moeilijker situatie terechtgekomen vanwege deze beleidskeuzes van uniformering en noem maar op verder van de koers. Nou, daar zou je wat meer aandacht aan moeten schenken. Je merkt nu al dat niet eens de pakketten op een gedegen, op een transparante manier geïmplementeerd worden. Dat soort en meer zaken zijn achterwege gebleven. Achterwege is gebleven, genoemd. Alleen maar eventjes in de marge dat ding van olie met haven en dit en dat. Maar het is veel meer dan dat. Juist daar zullen we ons nationale aanpak moeten hebben. Zou misschien de president en de minister van Financiën meer richting de koers van de heer Hoefdraad moeten gaan? Of zegt u van deze koers waar we op gaan is toch wel een redelijk goede koers? Nee, dat is niet relevant nu. Eerst is de aanpak. Wij hebben gezegd dat je eerst die valutawet goed moet doornemen en dan die unificering. Dat is een omgekeerde werkwijze. Dat heb ik ook in het parlement gezegd. Eerst uniformeren. Wat hebben we gehad? 14? Gisteren was buiten de koers 21,5. En dan ben ik bang. En dan zeg ik oprecht. Die beleidskeuzes hebt u niet in de juiste volgorde gedaan.